afgelopen maanden spraken burgers, actiegroepen en organisaties met de gemeente om te komen tot een nieuw bomenplan. Er werd heel wat afgepicknickt. De reacties op het resultaat zijn wisselend. Hoe kijkt u terug op dat proces? Ik vond het een taai proces, maar het is ook behoorlijk ingewikkelde materie. Want het beheer van bomen, dat is gewoon niet zo simpel. En bij dit participatieproces komen mensen, bewoners van Arnhem, die allemaal iets met bomen hebben. Maar de een weet heel veel en de ander weet heel weinig. Ja, zoveel mensen, zoveel meningen, dat merkte vanavond ook wel weer. Ja. Heeft u wel het gevoel dat het plan wat nu voor ligt een redelijke afspiegeling is van, of in ieder geval recht doet aan de gesprekken die u met de gemeente gehad heeft? Ik vind dat het plan een goed inzicht geeft aan de richting waar we op die gesprekken op uit zijn gekomen. Maar ik had gehoopt dat het plan wat concreter zou zijn als het ging naar doelstelling. Van als we dan groener willen zijn, als er meer bomen moeten komen, hoeveel dan? Wat zijn de punten in de plan dat je zegt van nou, belangrijk dat dat er toch in zit? In elk geval de intentie van dat we trots zijn dat Arnhem een boomrijke stad is. En dat dat zeker beter moet worden. Dat staat er heel duidelijk in. Ook dat Arnhem voorbereid moet zijn op de klimaatverandering. En dat vraagt ook van dat bomen die moeten dat kunnen dragen. Dat betekent dat het ook klimaatbestendig moet zijn. Dat Arnhem wat meer moet gaan doen aan het voorkomen van zogenaamde hitte-eilanden. Dat zijn plekken waar bijna alleen maar steen, beton en asfalt is en te weinig groen. U zegt, ik mis eigenlijk concrete uitwerking. Heeft u daar voorbeelden van, wat er volgens u dan eigenlijk nog bij zou moeten? Hoe groen Arnhem dan moet worden, terwijl dat vanuit hetgeen wat er ligt heel makkelijk was om met een punt op de horizon, met een kwantificering aan te geven van waar wil je over 5 jaar staan ten opzichte van nu. Hoe zal het proces nu verder gaan? We horen ook vanavond best nog wel veel kritiek, ook nog wel op de plannen van de insprekers ook. Ja, wat verwacht u de komende weken of maanden? Nou, ik denk dat de insprekers heel veel ruimte hebben gekregen en genomen om de gemeenteraad nader te informeren en aan te geven van waar de sterke en waar de zwakke punten van dit plan zit. En zeker vanavond zijn de insprekers daar behoorlijk duidelijk in geweest van dat ze van de gemeenteraad verwachten dat die gewoon de ambtenaren helpt, de wethouder helpt om wat zaken te kwantificeren. En ik heb er gewoon vertrouwen in dat met dit plan dat de gemeenteraad er wat meer scherpte aan gaat geven. En dan heb ik er wel even goed vertrouwen in. Wat we dus aan de raad hebben gevraagd, formuleer die doelstellingen dan gewoon zelf. En dat wil dus zeggen dat we zeggen van ga bepalen van wat je de komende jaren aan aantallen meer bomen wil hebben of wat je daarmee wil bereiken. Ga formuleren dat je meer schaduw in de stad wil hebben. Dat je een bepaald beleid voor de landschappen en voor de bossen wil, want die staan daar ook helemaal nergens in genoemd. Dus eerst de doelstellingen gewoon. Het kan een rijtje van misschien 10 doelstellingen zijn die scherp geformuleerd zijn. En vervolgens kun je gewoon de uitvoering zien door een uitvoeringsplan daarvoor op te stellen. In het begin was het een redelijk goed proces, omdat we heel veel ruimte kregen om inderdaad onze eigen ideeën en inzichten gewoon in te brengen. Het grote probleem was alleen dat de gemeente zelf nooit met ideeën en voorstellen kwam. En er was beloofd vanaf het begin, zo rond mei, na een aantal bomenpicknicks, dan komt de gemeente met een voorstel, een concept bomenplan. Door de verwikkelingen in de raad werd op het allerlaatste moment besloten dat wij dus die nota niet kregen. Met als gevolg dat ook de discussie daarover en ook de inspraak onmogelijk werd. Dus we hebben 4 maanden moeten wachten op die conceptnota. En toen we hem uiteindelijk mochten inzien op 27 september... toen kregen we 6 dagen de tijd om te reageren en 8 dagen voor een uiteindelijke. Dus het plan zelf, daar hebben we geen inspraak op gehad. Vandaar dat hier uitgebreid over gesproken wordt.